Ik vond dat ze hem er niet zo netjes uitzag, dus ik denk, ik zal je even helpen. Inmiddels kan Dirk Salm er grapjes over maken, maar het waren angstige momenten toen die twee inbrekers betrapten. Dit wapen bracht hulp toen Dirk en zijn vrouw opeens een verdacht geluid hoorden. Dus ik sta hier in mijn ondergoed en ik hoor weer wat bij de achterdeur. Dus ik stap verder naar binnen toe hier. En ik kijk door het zijraam en ik zie twee hoofden en die proberen de deur open te breken. Dus ik denk, telefoon, bel de politie. En terwijl ik praat, pak ik het strijkijzer. Ik heb de politie verteld, heel kort, wie, wat, waar en hoe. En met dat gaat de deur open. En ik weet, die 3 meter heb, weet ik niet meer, maar die ben ik gesprongen of gerend. Ja, ik kwam uit die deur en waarschijnlijk heb ik hem hier gepakt. Ja, en toen erachteraan en toen hier. En toen ging hij weg. De mannen werden gelukkig snel in de kraag gevat. Tips van de buren en de buurt-app hebben daarbij geholpen. Blijf rondkijken, blijf alert. Nu blijkt dus dat al die stukjes informatie een mooi resultaat geven, want die gasten zijn aangehouden. Eindgoed al goed dus. Wel raakte Dirks vrouw zo in paniek tijdens de inbraak dat ze acuut medische hulp nodig had. Gelukkig gaat het weer wat beter met haar. Ik zat op de vloer hier en helemaal benauwd. Het kan niet, het is Nederland, het is niet Zuid-Afrika. Ik ben geboren in Zuid-Afrika en het is, zo ging het. Maar mijn grote held, ja. Ja, ik mag nu voortaan altijd strijken, denk ik. Ja.